In het midden staat een muur en naast deze muur moeten een vriend van mij en ik allebei een dorpje bouwen. En het mooiste dorpje wint. En dan sta ik hier ook op de muur samen met... wat heb jij voor skin aan? Laat mij één de skin met rust, Alex. Oh my god, die ziet er geniaal uit. En... dit ziet er zo mooi uit. Dennis? Ja? Wij gaan het vandaag tegen elkaar opnemen, want wie het mooiste dorpje bouwt, die wint dus. Maar dat ga ik winnen. Nee, dat ga ik winnen. Ik ga winnen. Je weet dat ik het ga winnen, Dennis. Nee, ik ga dit winnen, Alex. We krijgen zometeen allebei 15 minuten de tijd en jullie laten in de reacties weten wie het mooiste dorpje heeft gemaakt. Aan het einde van de video. Klik op dat duimpje omhoog en bij de 6000 likes gaan we dit nog een keertje doen. En klik ook op de abonneerknop hier beneden. Ben je er klaar voor, Dennis? Want de tijd gaat. Nee, go, 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 ja. Go, go. Ik moet dus een dorpje bouwen. Maar wat gaan we gebruiken voor een dorpje? En waarom staat er een skeleton? Weet je wat? Ik laat hem lekker gewoon staan daar. Wat hebben we nodig voor een dorpje? Ik denk dat we wel wat bricks kunnen gebruiken. Dat is altijd wel mooi. Misschien een brick wall. Natuurlijk heb je ook glas nodig. En wat zijn nog meer dingen die mensen nodig hebben voor een huisje? Ik zit zo te kijken. Ik heb een idee. Wat pakken wij er namelijk? Ook nog een brick wall bij. Ja, hiermee kunnen we wat vets gaan maken. In een dorpje horen natuurlijk best wel wat huisjes te staan. Dus we gaan gewoon ervoor zorgen dat we al gewoon een paar huisjes hier hebben natuurlijk. En het worden dan wel hele kleine huisjes waarschijnlijk. Maar hey, we moeten ergens beginnen met het dorpje. Het gaat er natuurlijk gewoon om dat het dorpje zo groot mogelijk wordt uiteindelijk. Dus laten we hier maar gewoon een mooie vloer maken op deze manier. En wat ik dan hier wil doen is, hier wil ik zo'n klein muurtje tussen hebben. Ik heb hier namelijk een idee voor. Alleen hebben we voor dit idee wel eerst eventjes wat van dit nodig. Ik heb een klein ideetje in mijn hoofd. Wat nou al doe ik dit op deze manier voor dit huisje? En dan wordt dit ook een beetje de stijl voor het dorpje, want hier kan ik nu mooi glas opzetten, zoals je kan zien. En kijk dan hoe dat er dan uitziet. Dit gaat ervoor zorgen dat er veel meer diepte, als het ware, in het huis komt op deze manier. En dan plaatsen we daar gewoon wel de normale bricks natuurlijk. En hier overheen ook weer. Misschien dat we hier wel zo'n muurtje moeten zetten. Ik denk het wel. En kijk dan hoe dit er nu al uitziet. Ik vind het er persoonlijk best wel nice uitzien. Alleen hebben we natuurlijk wel een dak nodig. En dat dak gaan we maken van stone brick stairs. Ik denk dat dat wel vet is. Dat past heel erg bij de stijl van het huisje natuurlijk. Dus laten we die gewoon maar hier heel mooi snel eromheen maken. En dan hebben we tenminste het eerste huisje van het dorpje af. En we hebben natuurlijk nog niet al te veel tijd meer om dit hele dorpje te bouwen. Dus het moet een beetje een simpel, maar wel mooi dorpje worden. Want ik wil natuurlijk wel winnen van Dennis. En laten we hier dan maar gewoon een plat dak opzetten op deze manier. En nog een schoorsteen. En dan heb ik een idee voor de schoorsteen. Al pak ik dit er namelijk bij, zoals je hier kan zien. Kan je een soort van rook maken wat uit het huisje komt. En dus uit de schoorsteen, waardoor het er super leuk uitziet. Oh ja, en dan missen we trouwens nog één ding, namelijk een deur. Uh-oh, die moeten we wel hebben. Laten we deze deur erbij pakken. Ik denk dat deze wel heel erg mooi gaat matchen met het interieur op deze manier. En natuurlijk nog een mooi trappetje erbij. Ik moet zeggen, ik ben blij met het eerste huisje wat we hebben gebouwd. Nu hebben we natuurlijk ook een pad nodig. En voor dat pad heb ik een idee. Ik ga er namelijk een paar steentjes bij pakken. En die gaan we gebruiken om hier een mooi pad te maken. En je ziet drie echt hele random stenen eigenlijk die ik nu heb gepakt. En dan denk je misschien van Alex, wat wil je daarmee doen? Nou, dat laat ik je zo zien. Al gooi ik hier namelijk allemaal random cobblestone neer op deze manier. Kijk, dan doen we dat even zo mooi. En dan gooi je er ook allemaal random enderside tussen op deze manier. Daar een stukje. Die laten we nog even open. Dan doen we het hier weer. Dan kan dit er zo meteen best wel vet uit gaan zien. Let op. En dan doen we hier weer steen tussen op deze manier. En dan begint het wel echt op een pad te lijken. En niet echt op een heel saai standaard pad. Maar op een soort rommelig steenpad. Wat er denk ik wel vet uitziet. Ik bedoel, je ziet nooit dat een pad helemaal perfect is, toch? Voilà, dit is het pad. En laten we trouwens ook een mooie entree maken voor Dennis zometeen. Als die in ons land komt, moet het er natuurlijk wel super vet uitzien. Dus laten wij hier een soort van poortje omheen maken. Ik denk dat dat best wel vet eruit kan gaan zien op deze manier. Dus dan gaan we dit gewoon pakken. Pakken we er quartz bij, want dat matcht natuurlijk weer mooi met de muur die we hier hebben. En dan gaan we dit er gewoon zo mooi omheen bouwen op deze manier. Doen we daar nog een stukje. Hoppakee, op die manier erboven. En hier kom je dan zometeen gewoon uit. Laten we dit anders nog even een klein stukje door laten lopen tot helemaal de top van de muur. Dan lijkt het gewoon letterlijk alsof deze muur zo bij mijn dorpje hoort. Ook zie je natuurlijk altijd in dorpjes in Minecraft dat er natuurlijk een klein boerderijtje bij zit. En dat is ook precies wat wij nu gaan maken. Ik hou namelijk best wel veel van worteltjes. Dus ik wil sowieso een klein wortelboerderijtje. En misschien ook een potato boerderijtje. En we hebben ook nog water nodig natuurlijk voor ons farmpje. En dan heb ik een ideetje. Als wij er namelijk een lantern bij pakken, kunnen we het nog mooi gaan verlichten voor in de nacht. En laten we dit farm gewoon letterlijk op deze manier voor het huis zetten zo. Ik denk dat dat wel vet kan zijn.
En dan doen we hem hier weer dicht. Doen we hem hier zo. En dan gaan we hem hier verder maken. Tot hier. En dan doen we in de tussentijd hier tussenin allemaal lichtjes. Wat er mooi uit gaat zien. En hier komt dan al het farmland natuurlijk te staan. Waar we zo meteen alles op kunnen planten. Doen we er even wat water alvast tussen. Zodat dit niet hopelijk allemaal gaat veranderen. En dan wordt dit het wortelkantje op deze manier. Oeh, we kunnen er ook eentje eten. Nou, dat vind ik wel lekker. En dan doen we hier gewoon alle aardappotjes zo op deze manier. Kijk hoe dat eruit ziet. Ik vind het er best vet uitzien. En misschien is het trouwens leuk om het farmpje nog net een klein stukje uit te breiden. Ik denk dat dat er al heel nice uit kan gaan zien op deze manier. Dus dat ga ik gewoon ook proberen. Ik bedoel maar, hoe groter het farm, hoe beter. Want dan kunnen we gewoon meer eten krijgen natuurlijk. Dan zetten we hier weer alle worteltjes neer. Aan de andere kant heb ik allemaal aardappelen gezet. En dan gaan we het weer opvullen met water. Voilà! Ons farmpje is helemaal af. Ik heb trouwens nog een idee. Een idee wat misschien best wel goed bij het farmthema kan passen. Want op een boerderij zie je natuurlijk ook altijd wel iets met dieren, toch? Dus wat nou, al nemen wij ook een diertje. Maar laten we dan eerst eventjes een kooitje maken voor dit diertje. Ik weet nog niet wat voor dier het gaat worden, maar ik heb wel al een idee voor dit kooitje. Ik heb hier namelijk een paar spulletjes gepakt waarmee we het dus gaan maken. En hier ga ik gewoon zo een soort binnenplaatsje maken voor het dier wat er zo meteen hier komt natuurlijk. Ik bedoel, het moet er wel allemaal mooi uitzien natuurlijk voor ons beestje. En wat we dan gaan doen is we gaan het dak letterlijk in de fik zetten, zoals je hier kan zien. Maar dit is niet voor lang, mensen. Zij blijven niet in de fik staan. Let maar op. Ik heb trouwens ook nog een empty bucket nodig. Dus die pak ik er ook even bij. Want wat we dan gaan doen is we gaan al het vuur blussen, zoals je kan zien. En dan moeten we al het water weer heel snel weghalen. Want anders blijft het maar doorstromen elke keer. En dat moeten we niet hebben. Ga weg, water! Oh my god, het is zo moeilijk. Maar hey, het is wel in één keer weg. Dus daar ben ik blij mee. Is er iets verder beschadigd? Nee, dat is top. Wat we dan kunnen doen is, dan kunnen we hier de rest van het farmpje gaan maken. Zoals je kan zien. Of nou ja, van het boerderijtje eigenlijk. Waar het dier zo meteen komt te staan. En laten we er ook maar even een mooi poortje naartoe maken. Kijk dan hoe leuk dat er nu al uitziet. Maar dan hebben we natuurlijk nog een dier nodig. En wat voor dier zullen we erin doen? We kunnen er natuurlijk gewoon een kipje in doen of zo. Maar ik weet niet. Zijn er nog andere vette dieren waarvan je denkt van, oh, dat is wel vet. En dat heb ik bij deze panda. Kunnen wij hier een panda... Wow! Wat? Deze panda is huge! Oh my god, ik moet hem eten geven. Bamboe, pandas houden van bamboe. Dus wat nou? Al pak ik er wat bamboe bij. Oh, hij loopt gelijk naar me toe. Oh, jij hebt zin in wat bamboe, hè? Hier, eet maar. Eet maar. Lekker op. Oh, hij houdt van me. Hij had gewoon hartjes. Kijk dan, wat een lieve pandabeer. Je moet wel eventjes jokje, meneer de panda. Ik wil hier namelijk nog net wat meer bamboe voor je planten. Zodat je daar binnenkort ook lekker van kan gaan eten, natuurlijk. Alsjeblieft, dat is voor jou. Als je mag zo aan te kijken, wil je nog. Oh, wow, wow, wow. Wat? Hij zit het gewoon helemaal op te eten in één keer. Dit is geniaal. Kijk hem dan. Hij is zo blij met zijn bamboe. Ik weet alleen niet of dit... Nou, dit dakje is wel hoog genoeg voor hem. Sorry, meneer de panda. Meer eten krijg je voor nu nog eventjes niet, hoor. We moeten je ook weer niet te veel eten geven, natuurlijk. We hebben momenteel nog 4 minuten op de klok. En wat kunnen wij maken in 4 minuten wat bij een dorpje past? Oh, ik heb een ideetje. Wat nou? Al gaan wij een wensput maken. Dan hebben we gewoon best wel weer wat van die stone bricks nodig, denk ik. Misschien dat we deze kunnen gebruiken. En deze. Dit moet natuurlijk een hele vette wensput worden uiteindelijk. Dus laten we maar gaan beginnen met bouwen. En wat heb je in een wensput? Natuurlijk een gat waar water in zit. En ik heb hier al een heel klein muurtje gebouwd waarvan ik denk van, nou, dat kan nog wel eens wat worden. Als soort van hoofddesign eigenlijk van de wensput. Ik bedoel, al plaatsen we dit zo, doen we dit er zo mooi omheen. Oh, oh, dan moet hij wel goed staan. Kijk dan hoe vet dat er dan uitziet. Het is alleen wel een klein gaatje daar, maar dat komt goed. Maken we hem wel nog iets dieper natuurlijk. Ik bedoel, ergens moet het geld wel naartoe gaan wat je in de wensput gooit natuurlijk. En dan doen we hier gewoon de bodem. Hoppakee. En laten we hetzelfde wat we aan de andere kant ook nog maar even aan deze kant maken zo. En ik heb een ideetje trouwens. Dan pak ik hier een lantern erbij, hè. Kan ik die dan hier zo... Oh, dat kan. Oh, dit wordt zo vet, de wensput. Als ik dit namelijk zo zet, ziet dat er super vet uit. Omdat er gewoon letterlijk licht onder vandaan komt. En dat zit gewoon verwerkt in de wensput. Laten we hier dan nog even een klein dakje op plaatsen op deze manier. En wat we dan kunnen doen... Oh, daar heb ik al een ideetje voor. Plaatsen we dit namelijk zo. Dan halen we dit weer even weg. En doen we dit zo. Heb je denk ik wel een mooie buitenkant voor deze wensput. En dit moeten we dan eventjes overal doen op deze manier. Zo, daar nog een slapje ertussen. Oh, dit ziet er nu al heel vet uit. Dan doen we daar gewoon steentjes tussen, denk ik. En wat we dan kunnen doen is, dan kunnen we gewoon letterlijk, zoals je hier kan zien, het dak een klein beetje verhogen. En kijk dan hoe vet dat eruit ziet. Ik ben hier best blij mee. We hebben natuurlijk ook water nodig voor in de wensput. Dus dat plaats ik ook eventjes. En een ketting. Kunnen we die hier... Oh, dit is perfect om die ketting aan op te hangen. Je ziet namelijk
heel vaak... Oh, wat is dit trouwens? Een cauldron. Oh, die kunnen we heel goed gebruiken. Je ziet heel vaak in een wenspunt namelijk dat er zo'n soort emmertje met water aanhangt. En die hebben we er nu gewoon ook in hangen. Dan doen we deze weer dicht, alsof we er nooit in zijn geweest natuurlijk. En dan is dit de wenspunt geworden. Ik ben er persoonlijk heel blij mee met hoe het eruit ziet. Ook moeten we dit huisje eigenlijk nog een klein beetje inrichten. Maar wat gaan we ervoor gebruiken? Natuurlijk, blue carpet. Een blauw bedje en een paar blauwe vlaggetjes. En misschien nog een mooi schilderijtje. Ik denk dat dit wel een mooi huisje kan worden. Laten we gewoon hier het bed neerzetten zo. Met mooie blauwe gordijnen op deze manier. Dit moeten de gordijnen voorstellen zo. Dan doen we hierboven. Kan hier een schilderijtje komen? Nou, ik weet het niet. Nee, dit is net niet genoeg ruimte voor een schilderij misschien in het huis. Misschien zo'n één schilderijtje. Misschien dat dat vet is. Uh-oh, de tijd is voorbij. Nu al, ik was nog niet eens klaar met mijn huisje. Maar de tijd is inderdaad voorbij. Dennis! Dennis! Ja? De tijd is voorbij. Ik was nog niet klaar. Was jij al helemaal klaar? Nee, bijna. Maar ik ben echt benieuwd naar wat jij hebt gebouwd in de tussentijd. Oké, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik wou nog één boompje plaatsen. Mag ik om het hoekje komen kijken? Ik sta hier samen met meneer Skelly. Meneer Skelly is ook heel erg benieuwd. Ja, ja, kom maar. Oké. Doei, meneer Skelly. Wat hebben... Wow! Oké, je hebt gewoon allemaal bomen in mijn kleine geplant. Village. Oh my god. Hier heb je een klein uitzichtplekje Dit over is zo de mooi. Zee natuurlijk. Dit ziet er zo mooi uit. En hier een heel farmpje zo. Ja, een superleuke farm. Kom maar mee naar mijn huisje. Dit is zo nice. Oh my god, je hebt ook een mokergroot huis vergeleken met die van mij. Ik heb ook een groot huis gebouwd. Wow. Ik zou zeggen, kom binnen. En hij is helemaal mooi ingericht en zo. Een leuk bedje heb ik. Mooie inrichting. Wat boekenkasten, want ik hou super erg van lezen. Dennis, sinds wanneer lees jij boeken? Ja, ik ben er niet zo goed in, maar als ik de tijd heb, dan... Ja. Er zit nog een laag stof op die boeken ook. Volgens mij heb je hier al een paar jaar niet aangezeten als ik hier zo naar Laten we snel naar buiten gaan. Oké, ik volg je, Dennis. Daar ging een lampje. Trouwens, Alex. Ja? Je moet niet zo hard schreeuwen, want ik heb nog een bewoner in dit Er is er nog één? Oh, ik zie hem al. Villager Bob. Laat je even kennis maken met hem. Dit is Villager Bob. Hey, Bob! Bob, hoor je mij? Bob! Hij knikt ja. Volgens mij hoort hij me. En je hebt zelfs ook allemaal diertjes hier. Wat ziet het er leuk uit. Dankjewel. Dennis, ik moet zeggen, ik vind je dorp echt heel mooi gelukt. Zeker de marktkraam van Villager Bob. Het ziet er gewoon allemaal echt super leuk uit. Ja, dankjewel. En dat in 15 minuten, hè? Dat is echt bizar. Dennis, ik ga de poorten voor jou opengooien. Dus wacht nog maar eventjes aan deze kant. De poorten? Ik ga de poorten opengooien voor je. Oké, ik ben heel benieuwd. Ik ben super benieuwd. Wat je gaat vinden van mijn dorpje. Welkom in mijn dorpje. Wow. Je komt hier door de mooie poort natuurlijk naar binnen in mijn dorpje. En, dit heb je echt heel leuk gedaan. En daar zie je gelijk mijn huisdiertje. Dit is... Panda. Ik heb nog geen naam voor hem. Hoe moet ik hem noemen? Bandy is dit. Dit is Bandy. Kan ik hem voeren alsjeblieft? Wacht, ik ga wat voor je pakken. Ja, alsjeblieft. Kijk, ik heb 2 stukjes bamboe voor jou. Ik zou zeggen, geef ze maar een Bandy. Bandy heeft nog... Bandy. Hij heeft net wel eten gehad. Bamboe. Maar, geef hem eens. Kijk. Hij wordt helemaal blij. Kijk, hij gaat helemaal opeten. Bandy. Bandy houdt zo erg van bamboe. Kijk hem lekker eten dan. Dat is niet normaal. Hij is lekker te snijden. Hier hebben we ook natuurlijk een heel mooi farmpje staan. Waar allemaal aardappeltjes groeien. Waar allemaal worteltjes groeien. En natuurlijk is het farmpje ook mooi verlicht vanuit zichzelf. Kom je eruit, Dennis? Ja. Maar hier hebben we allemaal lichtjes en alles staan natuurlijk. Zodat het lekker goed kan groeien. Hier hebben wij mijn huisje staan. Zoals je kan zien. Ik heb een paar gordijntjes opgehangen. Natuurlijk, in het blauw is wel zo mooi natuurlijk. En een mooi blauw bedje. Het is maar nog een beetje Maar het is hier wel leeg. Een beetje donker. Ja, wacht. Ik doe de gordijnen wel een klein beetje open. Zo. Ik help je wel een handje. Oh, dankjewel. Oh, dat is ook handig inderdaad. En Dennis, dan komen we nu aan bij het beste van mijn dorpje. Namelijk de wensput. Heb jij een eigen wensput? Ik heb een eigen wensput. En ik heb wat voor jou. Wat jij in de wensput kan gooien. En wie weet komt jouw wens dan wel uit. Gooi deze er maar in en doe een wens, oké? Maar ik heb nog nooit diamonds gehad, dus ik wil hem eigenlijk zelf houden. Je moet hem wel in de wensput gooien, Dennis. Maar mag ik dan ook... Oh nee, ik mag mijn wens niet zeggen. Oké. Nee, je mag hem niet zeggen, dan komt hij niet uit. Oh, je moet hem hier denk ik gooien. Ja, perfect. Je hebt hem zelfs op de emmer gegooid. Nu moet je je wens doen. Maar niet hardop zeggen, want dan komt hij niet uit. Nee, ik heb het gedaan en ik hoop dat iemand in de comments hem weet. Oké, ik ben super benieuwd. Ik denk dat jij gewoon je diamond terug wenst. Ik ga het niet zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in de reacties weten wie jij vindt dat er heeft gewonnen. Klik op een van de 2 video's die hier naast mij kunnen zien staan, want die moet je echt gezien hebben. Maar wacht je op. Klik op een van de 2 video's. Laters.